Ja. Ik heb wel eens gehoord dat jij alles, sowieso alles zelf sjouwt hier. Wij sjouwen alles zelf. Ja. We zorgen alles zelf. Maar dat doe je ook wel eens in je eentje, toch? Nee, hallo, dan kan ik ook wel meedoen. Anders is de vrouw van Zeeland. Nee, ik heb hulp. Oh, je hebt wel hulp? Ja. Maar je ziet, Ilse helpt mij er altijd bij. Die naam dan een jas. Dat is een kleur van de vloer. Ja. Dat is een toop. Toop beetje. Hoe lang werk jij hier al? Ja, bijna een jaar. Ja? Heeft het mij zin? Ja, heel erg. Ja, heel leuk. Wie ben je? Hoe heet jij? Chantal. Dag Chantal. Hoi. En wat ben je nu aan het doen? Kussens aan het prijzen? Ik ben nu de kussens aan het prijzen. Ja. Ja. Kijken of alles goed is, of er geen hapers aan zitten. Dat heb je natuurlijk ook wel eens met leveranciers, dat je even moet bellen of zo. Ja. Ja, klopt. Want deze meneer die is van Brinks. Ja. Maar wat is Brinks? Vertel. Nou kijk, dit is Brinks. En dit zit jij op Facebook. Kan knippen en plakken. Skippen. Hij is gek op mannen. Oh ja? Ja. En waarom is hij gek op mannen? Nou. Kom je toch nog? Nou. Hey, hoe lang werk jij hier al? Vanaf begin. Echt waar? En wanneer was het begin? Ja, welk jaar is dat? Ik werk hier nou ruim 14 jaar. Ja, dat is echt wel een hele tijd. Ja, ja. Maar het echte begin was aan de oude Vlissingsweg, hè? Weet je dat nog? Nee, dat is niet van hun geweest. Want Gilbert en Michiel die zijn in Vlissingen begonnen, bij Maritima. Vanuit Maritima zijn ze Groenrijk begonnen. Maar de naam Groenrijk bestond wel al. Maar dat was weer van iemand anders. Ja, Gilbert werkte daar. Ja, ook. Die heeft daar wel gewerkt. Ja, ik ook. In 85 of zo. Oké, dat weet ik dan niet precies. Maar zo lang ben ik er nog niet. Maar 14 jaar, ben je dan ook een van de... En langs werkende medewerkers? Nou, er is nog één collega die werkt op de buitenafdeling en die werkt al bij Maritima. Die is vanuit Maritima meegekomen naar hier. Okay. Dus die werkte nog veel langer dan ik. Maar ben jij bedrijfsleider of dat niet? Nee hoor. Ik werk de bloemafdeling, servicebalie en kamerplanten. Maar jou kunnen ze alles vragen. Ja. Maar, nou, ja. Goed om te weten. Zeker. Dankjewel. Ja. Sta je altijd in de winkel? Ik sta altijd in de bloemenwinkel. Jij bent ook een van de bloemenschiksters, maar ja, dat sta je nu te doen, hè? Ja, dat is waar ik van hou. Ja? Het is hier wel frisser dan in de rest van de zak. Dat klopt, ja. Dat is echt wel voor de kwaliteit van de bloemen. Jij bent ook even wel een trui aan, ja. Ja, dat is wel nodig hoor. Ja, ja zeker. Ja, nodig. Ja. Nou, succes nog, hè? Ja, dankjewel. Heer, ik kom echt even heel asociaal door jullie gesprek heen. Maar dat kan wel heel even, Peter. Heel eventjes. Hè? Of gaat er dan dingen mis? En Peter, wij kennen elkaar natuurlijk vooral uit de binnenstad. En zoals je weet, kom ik ook nogal eens in de binnenstad. Hey, maar Blankenburg heeft natuurlijk jaren een binnenstadzaak geweest. Maar jij zit al. Hoeveel jaar zit je eigenlijk hier al? Hier zo. Ja. Daar zitten wij nu 8 jaar. En bevalt het je? Heb het naar je zin? Uiteraard. Ja. Boven een. Ja, het ruikt altijd naar koffie. Koffie, gebak. Haal je dat ook allemaal beneden of? Nee. Dat regel je zelf. Dan worden we te dik en is het duur. Ja, dat is levensgevaarlijk, ja. Daarom ook. Maar je zit wel heel centraal op het terrein hier, hè? Ja, ik overzie alles, hè. Ik hou iedereen in de gaten. Ja. Dus. En je werkt ook samen, hè? Ik was ook bij Wilma van M40. Ja. En dat vind ik altijd ontzettend leuk, hè, samenwerkingen. Uiteraard. Want jullie doen allebei wel in interieurzaken, maar jij hebt dingen die zij niet heeft en andersom.
Ja, wij doen natuurlijk vooral de vloeren, gordijnen en zonwering. En Wilma zegt van de meubels. Dus ja, dat is natuurlijk het verschil. Hè. Maar ik zag bij haar hangen volgens mij gordijnen van jou? Of ja, ja, bij haar hangen gordijnen van ons. En ik heb hier weer accessoires en meubeltjes voor haar. En van wie is die tafel? Dat is net niet van Wilma. Nee, mooi. Net niet van Wilma. Dan laat ik dat erin zitten. dat wou ik even weten. Toen kende ik ze nog. Nee. Nee, nou, dan is het een goede tafel in ieder geval. Ja, ja. Nou, het is een mooie zaak. Nou, er komen ook klanten aan, dus ik moet je met rust gaan laten. Ja, ja. Moet weer verder, hè? Hey, Johan Loijs is onder Facebook. Ook nog. Ja, dit is natuurlijk een buitenkans voor mij. Dat is inpikken, hè? Ja. Komen we er toch weer op. Ja, nou ja, weet je wel, het is onvermijdelijk. Ik zeg altijd nog eigenlijk dat ik naar de micro-elektro ga, maar dat is, het is gewoon allemaal overgenomen door BCC. Hoe zit dat eigenlijk? Het is niet echt overname. Baas Micro is er wel helemaal mee gestopt. Maar voor ons gelukkig dat BCC zei van, we willen inventaris hebben en dan horen wij het toe. Dus. Zodoende. Maar hoe lang werk jij nou eigenlijk al? Volgens mij, jij stond altijd al in de Geren, het Gerengebied van jou, altijd in de zaak. Ben je nou een single zelfs? Ja. Naast Sudus, naast jou. Ja, ja, precies, natuurlijk, daar zat het eerst, ja. Ja. Ik? Hoeveel jaren jubileum zit er aan te komen? 28 geloof ik. Buitengewoon, man. Buitengewoon. Het is zijn schuld, man. Maar dat is, is dat de grote baas? Dat is de grote baas, als die zin heeft. Dag. Ja, maar waar ik dan ook nog, we hebben het er natuurlijk wat vaker over gehad, over je werk, maar... En als je dan al zo lang werkt, 28 jaar, heb je dan ook echt heel veel zien veranderen? Hebben jullie nu andere dingen bijvoorbeeld? Dan... Het is compleet veranderd. Ja, hè? En dan natuurlijk de spullen zelf. Die je verkoopt. Ja, want jullie hebben natuurlijk nog steeds, je hebt wit goedstof, zuiver, je hebt zien van alles, koffieapparaten, dat staat echt van alles, televisies. Maar wat zijn bij jullie nu de dingen waar echt heel veel mensen voor komen? Zeg maar, waar de hardlopers, of hoe noem je ze? Ja, toch nog altijd het traditionele witgoed natuurlijk. Ja, dat is kapot en je kan niet zonder. Voor veel mensen geen leuke uitgave, ja, het is een noodzakelijk kwaad. Maar ja, natuurlijk ook deze periode PC weer, hè? Back to school het verhaal. Ja, de ene laptop naar de ander. En, ja, dat... en vooral laptops dan ook? Ja, ja, ja. MacBook. Hebben jullie die ook, ja, MacBooks? Okay. Tablet zie je langzaam zeker een beetje afnemen. Want, daar is de run wel een beetje op geweest. Ja, dat, ja. Ja, wel logisch. Hey, dankjewel voor je toelichting en werk ze nog op deze regenachtige... Hè? Mooie winkeldag. Ja, precies. Hey, later. Dat is goed, hè. Wat is hier de drukste dag nou eigenlijk op de boulevard? Ja, toch gewoon het weekend. Ja, zaterdag. Toch gewoon de zaterdag. Ja. De zaterdag is het drukste. En dan, maar je ziet vooral dat het vooral aan de linkerkant concentreert. Hè? Dat is bij Mediamarkt Groenrijk. En daarna dan zien ze dat hier ook van alles te doen is. Ja. Dus met wat later op de dag krijgen wij het wat drukker. Ja. Veel badkamers geplaatst. Maar we kunnen gewoon alles losleveren. En dan heb je dan boven misschien nog een film. Ja, uiteraard. Ja. Boven kun je dus zelf alles samenstellen. Dus een los meubel, een los douchewand of een kraan. Wc, en dan maak je een pakketje en dan zullen wij zelf pakketje. Maar jij bent ook niet Zeeuws volgens mij. Nee, ik ben ook geen Zeeuwen. Nee. Ik ben een Brabander en ja. Dennis, mijn collega, dat is een Belg. Oh ja, echt waar? Ja, ja. We zeggen altijd, het is net een mop, hè? Een Brabander en een Belg in een sanitaire winkel. Ja. Maar woon je wel in Zeeland? Ik woon in Vlissingen. En bevalt het je wel in deze provincie? Heerlijk. Ja? Dus mijn broer was toevallig een weekje op vakantie aan deze kant. En hij zei op een gegeven moment met mijn moeder, hij zegt, zo is een gebakje gaan eten. En dan gingen ze naar de HEMA. Ja. Ik zeg, naar de HEMA? Ze zeggen, kijk naar die terrassen en kijk eens naar het boulevard wat we hier hebben. Maar hij daar in Brabant is dat niet meer gewend. Nee. Dus hij moet daar wel toe. Dus ik zit lekker hier. Ik zei, zo als ik van Brabant terugkom, nou, zo bij Berg op Zoom, dan begin ik al een beetje die grens over te rijden. Ja, ja. Gewoon heerlijk hier en het is lekker rustig. Maar waarom Vlissingen en niet Middelburg? Dat heeft met de liefde te maken. En gewoon eerlijk gezegd, 100 vierkante meter is in Vlissingen gewoon 100.000 euro goedkoper. Ja, dat is een heel duidelijk verhaal. Daar kan ik helemaal niet veel tussen krijgen. Ja, ja, ja. Oh, bezoek. Goedemiddag. Ja. 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 We hebben twee van deze kleine mannetjes.